Oh, je hebt hier al spullen village farm. Ja, die moet boven. Nee, ik heb alles verzameld. Ja, maar die moet boven, pannenkoek. Oké, twee designs. Mm-hmm. Nou, dat is deze hier. Mm-hmm. Waar ik nu bij sta. Mm-hmm. Oh. Of deze. Dus of met die, of deze. Deze heb je ook nog. Deze heb je ook nog. En dan bovenkant afmaken. Of deze. Ik vind dit mooier, denk ik. Welke? Deze. Deze vind je niet mooi? Nee, mooier. Oh nee, maar over die. Nou ja, niet lelijk, maar ik denk dat ik dit mooier vind. Echt? Ik denk het wel. Oh. Ah, dit is ook mooi. Ik vind ze allebei mooi. Nee, ja, nee, joh. Oké, we moeten hier dus blijkbaar nog wel iets voor gaan bouwen, dus. Ik vraag de stream. Wat vindt de stream mooi? Ja, wat vindt de stream mooi? Volgens mij was het deze. Dat was waar we gisteren over uit zijn gekomen. Ja, dan doen we die. Oké, dan wordt dit het hem. Wij gaan bezig met ons villager ding. We moeten alleen even kijken hoe we dit willen gaan doen. Waar gaan we deze maken? Want het moet wel groeien. Ja, dit wordt de villager ruimte, toch? Ja. We moeten eigenlijk kijken, ik dacht, als hier dan de villages uitkomen. Hè, dit is een centraal punt, dan kan je ze alle kanten oprijden. Dus dan moeten we hier eigenlijk naar boven bouwen en kijken wat uit. Dat is logisch, toch? Ja, maar dan kom je buiten uit. De villages staan er al. Ja, maar ik bedoel, ja, klopt, maar ik bedoel, dit is het mooiste als ze hier uitkomen. Ja, maar wordt als groeien binnenin toch niet? Ja, dan moet er heel... Ja, kan wel, dan moet er heel veel... Ja, maar dat kan wel, dan moet... Zonlicht laten. Ja, heel veel licht. Nee, gewoon heel veel licht. Gewoon een open dak met glas erboven. Dat kunnen we wel doen, dan bouwen we hem... dat doen? Want het is wel logisch als ze op een centraal punt uitkomen hier, denk ik, toch? Ja, maar we kunnen hier gewoon een minecart systeem naar beneden gooien. Ja, nou precies. Maar dan moet even iets groter maken, denk ik. Oh, ja, precies. Ja, niks kunnen. Of in ieder geval... Wil je niet gewoon niet één groot gat, dat ze meteen niet uitkomen? Nou, ik bedoel even dat we hem wat ruimte hier hebben, zodat ze rustig naar beneden. Want ze moeten ook nog eerst via een zombie, hè? Ja, precies. Dit is wel wildernis. Ik weet niet of ik nog meer wil claimen. Maar... Ja hoor, claim maar. Gewoon alles wat je... Wat doe je? Ik, je weet niet. Ik wou een kart naar beneden gooien. Oh, ik moet een trap. Oké, wacht. Ja, zo. Hier komt een kart naar beneden. Als jij nou claimt wat geclaimd moet worden... claim. Ja, want als we dit... Ik kan dat niet claimen, moet jij doen. Echt? Kan je ook zien wat je allemaal geclaimd hebt op je mapje of zo? Hoe kan ik jou T-roll assistant? Yeah, boom! Ah, kijk. Zo, doei! Is hij eindelijk weg? Lol! Hey, zullen we nu lullig doen? Let op. Ja. Zo. Oh, dit is zo goed. Dit had hij zo niet verwacht. Ja, Towny Map heb je, maar dit is zo onoverzichtelijk. Joh, ik snap hier nooit een pepernoot van. Nou, nu ben je beacon kwijt. Oh, kan je het slopen? Denk ik niet, toch? Oh, wel! Pak het, Jacco. Stop het in de kist. Ja, stop het in de kist. Ik ben wel eens benieuwd wat voor excuus die gaat brengen. Vipsetje, een vipsetje. En dan als hij een goede reden heeft, dan... ja, laat hem komen met een goede reden. Heel goed verhaal. Hé, was deze kist al leeg met al onze Towny mats? Ja, die heb ik gepakt net. Oh, gewoon een dating. Dit was zo'n mooie wraak. Hij stond ergens van, je krijgt me lekker toch niet, je krijgt me lekker toch... fiets, ben dood. Oh, ik heb een idee, Jacco. Nou, ja. Wat nou als we nou hier maken en we doen ze gewoon met een minecart omhoog? Voor de ingang, dan zien ze gewoon dat we echt gewoon een slavenstad zijn. Maar dan moet je eigenlijk... Kijk, hier heb je een heel groot vierkant stuk uitgehakt. Ja, maar is dit groot genoeg? Ja, maar hier moeten we nog bouwen, hè, misschien. Ja, klopt. Als je dit uithakt, je doet hier een glazen vloer. Ja, maar daarom dacht ik, als we het hier doen, dan hebben we nog allemaal ruimte om daar te bouwen. Ja, maar dat is wel een hele weg, hè, daarnaartoe. Je kunt ook gewoon boeien, je hebt toch gewoon een minecart? Ja, dat was hem. Toch? Hè? Dat was hem, toch? Nee, dat is Niels. Niels, wat doe je nou, joh? Was hij niet dit? Nee. Oh. Au, 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 au. Au, au, ja, ik heb... Jij hebt een lekker setje, ik niet. Oh ja. Ja, ik ben dood. Maar gewoon in de town staan kan niks gebeuren. Jawel, je hebt PvP aan. Ja, maar dan kan hij niks hakken in onze town. Lekker ghost! Wow, dankjewel. Hey, hoe zet je town PvP uit, zodat we dan weer uitzetten? Dan kunnen we lekker bouwen. Hè? Hoe zet je town PvP uit? Kom even helpen, Jacco. Oh, wacht, kijken. Ik ben hier beneden. Kom je deze kant op of niet? Ja, slash... Even kijken, moet ik een kitje erbij pakken. Kit. Hoppatee, nu kom ik hoor. Ben je nou aan het helpen of wat? Ik kom eraan, maar ik heb geen idee waar je zit eigenlijk. Onderaan de berg. Niels, waarom wil je ruzie, jongen? Damn. Hoppa, pak hem! 3 man op zijn bakkes, jongen! Achteraan, Jacco, zwemmen! Oh, wel erachteraan. Oh, ik denk we laten hem nu lekker gaan, lekker vluchten. Wordt hij bang? Nee, joh, pak hem! Nee, man, nee. Pak hem! No mercy! We zijn nu met z'n 3'en. Ik ben echt stoer. 3 tegen 1. Stoer. Kom, jongen. Nog meer mensen die willen joinen? Kom, fight! Nou, die pakken we niet meer. We hebben een boot. Heeft hij een boot? Maar ik heb een boog. Yes. Jawel, daar gaat er iemand met een boog. Ja, daar gaat er iemand met een boot achteraan. Oh, zijn boot is stuk, jongen. Even kijken. Hij komt mijn kant op. Maakt niet uit, ik map hem. Map hem. Oh, heb ik misgemapt. Ja, boot kapot. Lekker, Jacco. Zou die al spijt hebben? Van deze aanval? Geen idee. Lekker, Jordi. Flauw. Goeie bescherming, zeg. Dankjewel, Ruben. Oh, Jordi, Ruben, denk ik. Oh, dankjewel, Ruben. Ruben de Ridder. Dankjewel, Ruben. Slash hometown. Man. Wat is dit nou weer dan? Weer zo agressief. Huh? Kun je PvP weer uitdoen? Wat zei je? Kun je PvP weer uitdoen? Dat wou ik doen. En voor mij, Valko, als je nog een comment, je kan town toggle public op doen. Wat is het dan? Ik weet niet, maar het klinkt alsof mensen dan niet meer de town in kunnen komen. Oh, chill. En als die persoon zijn setje terug wil, mag hoor, maar dan moet je even met een goed verhaal komen. Oh, Jacco, snel, pak alles! Jacco! Pak alles! Jacco! Hier! Nee, Jacco, hier! Pak alles. Oh, dit. Ja, er komen mensen aan. Er staan weer mensen daar. Kijk, daar staat hij weer, Niels. Jongen, Niels. Oh, dit was de goeie. Oh, ik moest deze spullen. Ik heb een spyglass gekregen. Kijk ook. Niels, ik heb je in de gaten. Waarom moet ik een spyglass? Oh nee, sorry. Sorry. Ja, ik wou het doen van wat moet ik met een spyglass, maar... Ja. Die Ruben moeten we onthouden, die is een goeie. Ik wou rustig spelen, wou helemaal geen sterke gear pakken. Nu word ik genoodzaakt. 5. Maar ja, je moet toch niet aanvallen? Ja, nu word ik gewoon genoodzaakt om de sterkste gear te pakken. Wie wordt daar nou weer helemaal in elkaar gemapt, joh? Ik heb geen idee. Maar als die... Wie is dit nou weer dan? Oh, dat is Niels. Dat is Niels. Was Niels een vijand of een vriend? Dat weet ik niet meer. Maar ik kan niks meer doen. PvP is uit! Niels! Nee. Alleen nu weet ik niet meer wat we nodig hadden, Jacco. Het zit hier allemaal hierin. Oh nee, hij zit allemaal door elkaar. Dat is heel goed gesorteerd. Ja, dat weet ik. Trapdoors, rails, button, lever, dit. En wie is dit nou weer dan? Deze hadden we nodig, deze hadden we nodig. Deze hadden we nodig. Deze. Zo, weg. Deze. Oh, hier zit ook nog een kistje. Van wie is dit dan? Ik denk ik alles wat we nodig hebben, heb ik uit de kist gepakt. Denk ik. Oeh, eten. Een bel. Een konijn. Nee, we zoeken nog wel mensen voor onze town trouwens.